Maar ik snap die man ook wel, want als je niks doet, dan ben je dus gewoon weg. Daarom wilde ik ook mijn motorrijbewijs halen. Ik denk, straks gaat het water stijgen, breken de dijken door, gaat iedereen vluchten met een motor overal tussendoor. Ik moet mijn motorrijbewijs hebben. Wat? Nou, je moet het ook niet doen, want het is doodeng. Dat is de slechtste beslissing die ik ooit heb genomen. Motorrijden is niet voor mensen, dat is niet natuurlijk. Je bent kwetsbaar op de motor als je op een motor zit. Je wordt helemaal door elkaar geschud door die wind, hè. Heel je lijf, je hebt geen idee wat ik wil. Goddamme, denk je, ik ga 300 en dan ga je 30. Verschrikkelijk. Je bent veel te kwetsbaar. Zijn er motorrijders aanwezig? Eentje, zie je? De rest is dood. Nou, blij dat je het hebt gered hier. Veilig thuis straks. Als ik... Ik was begonnen en ik was enthousiast. Ik weet niet hoe je dat... Ik had een nieuw pak gekocht. Allemaal klittenband. Nieuwe helm, helemaal glimmend. Handschoentjes, laarsjes, helemaal Rossi. Ik kom eraan, zit er een of andere Honda uit de Oekraïne. Een of andere verroeste fruitautomaat. Ik zeg, moet ik hier op? Hij zegt, ja. Dus ik op de ding. En die vent, die was een beetje, ik weet niet wat hij aan had. Maar die zei, de eerste les, ga maar lekker meteen de snelweg op. Ga maar meteen, ik weet helemaal niks van motorrijden. Er waren ook allerlei essentiële brokjes informatie. Die hij niet met mij had gedeeld. Kleine dingetjes. Zoals, doe je vizier dicht. Op de snelweg. Als je mijn hoofd had gezien in die helm. Ik was een soort kikkertje in een magnetron. God. En je kan met een motor kun je niet zomaar gaan zitten remmen, hè? Overal waar je wil. Man, gaandeweg die lessen voor, dat bleek dat niks mee. Want ik was op een rotonde omgeflikkerd met de motor. Want ik had ineens geremd voor een vlinder. Ja, ik wist niet dat niet mocht. Maar het belangrijkste waar je op moet letten is de instructeur. Mijn instructeur en ik, oh, dit ging helemaal verkeerd. Wij hadden die relatie, wij hadden geen klik. Dat was een beetje stroef, die relatie tussen mij en hem. Ja, die relatie tussen mij en hem is nog het beste te vergelijken met de relatie tussen Fang Musou en Shang Mulong. Dat zijn twee Chinese mannen die in hele verschillende delen van China wonen en elkaar totaal niet kennen. Nou, klinkt gewoon niet zo. In ieder geval, ik zit op die motor. Kijk, hierom is die relatie zo intens. Ik zit op die motor met zijn stem in mijn helm. Dus ik hoor zijn stem in mijn helm. En ik kan niks terugzeggen. Hij zit in een auto achter mij met zijn walkie-talkie, bla bla bla. En hij is super negatief. Die vent van mij is zuur. Heel negatief, alleen maar kritiek. Heel zijn rotjeugd sijpelt bij mij naar binnen. Alleen maar kritiek. Dit is wat ik hoor in mijn hand. Dit is wat ik hoor. Oké, Ronald, bijt je ras erbij, hè? Jongen, zeg. Moet allemaal veel vlotter, jongen. Jij bent te snel, hè? Jij moet meer gas geven. Jij moet snel niet achter die vrachtauto blijven hangen, jongen. Kom op nou. Gewoon inhalen, hè? Ronald, je mag hier 120. Jij rijdt nu 65. Ik denk, Jezus. Waarom betaal ik hiervoor? Een stemmetje in mijn hoofd met denigrerende opmerkingen heb ik al. Maar het ergste moest nog komen. Ik zit, deze dag straks nooit verder. Ik zit op de snelweg op een gegeven moment en ik ben doodsbang. Ik zit helemaal in elkaar gedoken op die motor. Echt helemaal gespannen. Ik zit zo, ik denk, oh, ik verroer niks. Ik denk, als mijn hoofd eraan, dan vliegt mijn hoofd eraf. Dus ik zit zo helemaal in elkaar gedoken. En dan zie je ook bijna niks. Als je niet beweegt met je kop, dan zie je, dit is je hebt zo'n klein breedbeeldje. Visiertje, dat is het. Dat is je blik op de wereld. Hierboven gebeurt van alles. Geen idee wat hier is. Hieronder is een heel universum. Midden aarde. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Maar dit is wat ik zie. Dit is het enige wat ik weet. En op een gegeven moment hoor ik dit in mijn helm. Oké, Ronald, beetje ras erbij, hè? Kom op nou, jongen. Beetje ras erbij. We gaan die vrachtwagen inhalen. We gaan de volgende afslag nemen. Dat is over 1200 meter. Dat is de afslag Sassenheim. Dat is over 12 na het tankstation. Die afslag neem je. En aan het einde van die afslag... Ronald, er zit een stukje van je broek los. Moet je even opletten. Oké, we gaan die afslag nemen. Aan het einde van die afslag zie je een rotonde. Die gaan we 3/4 nemen. Dat is dus linksaf. Als je dat hebt gedaan, kom je bij een kruis. Ja. Er zit nog een stukje van je broek los, Ronald. Dat gaat nou even zetten. Moet je even opletten. Oké, linksaf bij die rotonde. Kom bij een kruispunt, gaan we voorsteren. Je weet wat we hebben gezegd over voorsteren. Eerst kijken, dan... Ja. Ja, Ronald, nou zit echt een stukje van je broek los. We gaan ons maar even in plek zetten. Ah, je broek ligt eraf! Je broek op de weg!
Zo, dat heb ik nog nooit eerder gezien, zeg! Oké, niet slingeren nou, niet zo slingeren! Kom op, gast, erbij nou! Zo, dat heb ik nog nooit eerder gezien! Nou, die broek ligt op de weg, daar kun je niks meer aan doen! Ga maar even een plekje zoeken, gaan we een nieuwe broek voor je regelen! Zo, dat heb ik nog nooit eerder gezien, zeg! Oké, niet slingeren nou, jongen, kom op, beetje gast erbij! Meer gast erbij, kom op, meer gast erbij nog! Niet slingeren! Beetje gast erbij! En toen was het even stil. En toen zei hij in één keer... Heb je nou een setje van de Heukenmuller aan? Dat is toch niet te geloven, hè?